175 elite renners aan de start voor Limburgs mooiste, onder wie 10 Limburgers. Er wordt hen 200 kilometer met 14 hellingen en 6 kasseistroken voor de wielen geschoven. De tweede helling, de Glijberg in Vliermaal, na 28 kilometer zit het peloton nog samen. Voor het eerst doorkruist men ook het domein van Aldebiezen, waar de eerste keer gedemareerd wordt. Een zestal renners, onder wie Tim Welles, geraken daarop licht afgescheiden bovenop de Keiberg, maar het peloton komt terug. We zijn dan op de Slingerberg in Cannes na 85 kilometer en 4 renners hebben een voorsprong van 2 minuten. De Moitié, Nicole Simes, Bie en Van der Malen. De Moitié valt vooraan weg en bij de tweede doortocht in Aldebiezen hebben we nog 3 leiders met 6 minuten 10 op het peloton. De mannen van Belkin gaan dan de achtervolging organiseren. En met resultaat, op 30 kilometer van de aankomst is de voorsprong van de 3 geslonken tot 2 minuten. Op 12 kilometer van de meet is het nog 50 seconden en op 3 kilometer zijn ze raam voor de moeite. Het wordt een massaspurt waarin Roy Jans van ver aanzet maar stilvalt. Het wordt een strijd tussen Nederlanders en de jonge Mathieu van der Poel haalt het voor Paul Martens van Belkin. Derde is Greg Henderson van Lotto. Van Bilze is beste Limburger. Ik had al door dat het toch een massasprint zou zijn. Als je hier wilt winnen op zo'n aankomst, moet je voor de laatste klim toch een goede boni hebben volgens mij. En ik heb mij gewoon zo goed mogelijk gepositioneerd en dat is goed gelukt. Ik ben enorm ontgoocheld. Ik ben hier gekomen voor zeker podium te rijden. Ik had er ook wel de benen voor, maar wat dom gereden. Ja. Eigen fout, maar leert je uit. Hè. Het weer zat mee, dus dat is al één factor. Maar ook de streek en de hellinkjes, kasseistroken, alles zat erin. Ik denk dat we Limburg op zijn mooiste kant gezien hebben vandaag.